weil ihr Herz verschlossen bleibt. Alle anderen singen immer wieder Lieder, die das Leben schreit. Böse Menschen haben keine Lieder, können auch nicht glücklich sein. Leopold Mozart, de vader van Wolfgang Amadeus, schreef ooit in een brief hoe geschokt hij was door de botheid van de Hollandse koopmansgeest, met zijn minachting en desinteresse voor en zijn welhaast aan haatgrenzende afkeer van alles wat met cultuur te maken heeft, gekoppeld aan een enorme aanbidding van de goddelijke duiten en voor wie een museum niet meer is dan een ruimte met schilderijtjes die toevallig veel geld waard zijn. En ik merk ook dat ik het gênant vind om te moeten gaan uitleggen waarom cultuur belangrijk is. Alsof je moet uitleggen waarom ademhalen belangrijk is. En waarom het belangrijk is dat je liefdevol met je kind omgaat. Dat dat iets meer is dan vrije tijdsbesteding. Allee. En voor de duidelijkheid, ik vertel dit niet voor mezelf. Ik heb geen steun nodig. Dat is meer iets voor de kleine jongens zoals de KLM. Ik denk bij dit praatje aan de medewerkers van de kassa, van een theater of een schouwburg. Ik denk aan de theatertechnici, ik denk aan de muzici en de dansers en de zangers van een groot operahuis. Ik denk aan de kleine theatertjes, ik denk aan de musea, ik denk aan de muziekscholen, ik denk aan muziekdocenten, ik denk aan balletscholen, ik denk aan archeologie, ik denk aan monumentenzorg. Kortom, ik denk aan alles waarvan Angela Merkel zegt dat ze er zo trots op is. En waar zijn wij trots op? Ja, ik begrijp wel dat het kabinet heeft gezegd, we geven 2 tot 4 miljard aan de culturele sector. Dat is ook logisch. Maar ik ben toch verbijsterd als ik hoor dat er ook 300 miljoen, maar liefst 300 miljoen, dat is niet niks, gaat naar iets als de KLM. En ja, natuurlijk geeft de KLM ook werkgelegenheid, maar dat staat toch wel in een schril contrast met de culturele sector. De sector met het hoogste percentage ZZP'ers. Van ook nog eens de grootste meerderheid gedwongen ZZP'er is en het merendeel minder verdient dan 28 euro per uur. En waarbij bovendien nog eens 700.000 mensen voor niets werken. Ik weet niet hoeveel vrijwilligers de KLM heeft, maar ik denk niet dat het heel veel meer dan 700.000 zullen zijn. Ja, Pieter Elbers misschien, maar daar houdt het dan ook wel mee op. En bovendien denk ik, ja, wat maakt het een steward of een piloot uit of die in een vliegtuig stapt waarop staat KLM of Air France of Deutsche Bundesbahn of voor mij part ANWB of KRO-NCRV. Dat maakt toch niet zoveel uit. En bovendien, je moet wel bedenken, die 300 miljoen gaat voor het grootste deel naar oliefondsen en naar Ierse leasemaatschappijen met holdings op de Cayman-eilanden die vervolgens daar zitten om belasting te gaan ontduiken. Ja, het is, daar zijn we trots op. En voor de bron van dit verhaal trouwens verwijs ik u naar de uitzending van Buitenhof van 3 mei jongsleren. En waar zijn wij trots op? Wij zijn dus, Angela Merkel is trots op de cultuur, wij zijn trots op een luchtvaartmaatschappij. Hoe kan dat? Vroeg Leopold Mozart zich af. Wel, het is zoals de Duitse dichter al zei. Böse Menschen haben keine Lieder, weil ihr Herz verschlossen bleibt.